Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Tegen het eind van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen wordt het overwegend droog en zonnig, maar vanaf de late middag tot in de vooravond kunnen er plaatselijke buien ontstaan, mogelijk met onweer, zowel in het kustgebied als in het binnenland. De meteorologische dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur rond de 40 graden zal zijn. Zij adviseren dat een ieder de nodige voorzorgsmaatregelen in acht neemt.